Zo mooi. Prachtig. God, ga weg. Nee, je kunt nog eten. Ik wil eten. Ik ga nu even bellen. Bel Petra. Zo. Ja, dit is heel erg. Bel Petra, mobiel. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, het is vandaag maandag, een nieuwe week is weer begonnen. Wij hebben zometeen een afspraak bij een autodealer, want we gaan een nieuwe auto nemen. Zoals jullie weten hadden we natuurlijk een half jaar geleden een nieuwe auto voor een samenwerking. Maar nu gaan we zelf een eigen auto kopen. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. En wat outfitfotootjes maken. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb een nieuwe tas trouwens. Daarover later meer. En ja, het wordt een leuke week. We gaan natuurlijk wat wedding dingen. Preparations gaan we nog doen. Ik moet echt mijn nagels laten doen. Want ik heb nog steeds geen tijd voor gehad sinds we verloofd zijn. En vanavond, oh my god, vanavond ga ik jullie meenemen. Ga ik naar de kapper. Ik ga voor het eerst bij Mariette. Tess en Masha, die zeggen echt al super lang tegen mij, je moet naar Mariette, je moet naar Mariette. En die zijn zo positief, dus ik dacht, ik ga naar Mariette. Ik ga mijn uitgroei verven en knippen. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. Dus kijk gezellig mee. Hallo guys. Nou, zoals jullie zien is het even later. Wij hebben de hele dag dingen gedaan. En we hebben ook nog een keer proefrit gemaakt. Ik denk dat de auto die we als laatste gereden hebben, dat dat hem gaat worden. Ik denk het ook. Dus ja, maar goed, als het zover is, dan laat ik het jullie natuurlijk allemaal even zien. Ollie is inmiddels uit school ook. En ik ga nu naar Mariette. Sander gaat mij even afzetten en dan ga ik daar ook eten. Want ja, we gaan dus verven. Dus we zijn wel even lang bezig, denk ik. Ja. Dus dat is de planning. Was saai dat jullie niet mee kunnen? Nee, dat is bizar. What's up? Een groot licht gaat automatisch aan. Ja. Dus dat. Hey guys, nou, zoals jullie zien ben ik nu bij Mariette. Die is daar. En we gaan zo even vertellen wat we met mijn haar gaan doen. Zoals je natuurlijk verf in. Wat we aan het doen zijn. En Tess is er ook gezellig. Hoe vinden jullie mijn nieuwe tas? Het is mine. Het is niet mijn nieuwe tas. Ik was vandaag uit mijn broek gescheurd en mijn linkjes Levi's. Dus Tess heeft voor mij hier een trainingsgroep mee naartoe genomen. En ja, ik ben heel blij, want ik heb al mijn haar een half jaar of zo niet meer geverfd. En nu dus er wel aan geknipt. Dat hebben we net al wel gedaan. Dus ik zal jullie het zo laten zien. En kijk hoe leuk het er hier uitziet. Zo gezellig. Het is nu natuurlijk extra fijn om niet in een volle salon te zitten. En Mariette heeft haar eigen salon en die doet het. Je doet het per klant, toch? Ja, ik heb eigenlijk soms maar 2 klanten op een dag. Of, ja. Heerlijk ook voor jezelf. Heel ja. Deze spiegel is ook zo mooi. Dus ja, ik zie jullie zo. Oké, en? Maar ja, het is klaar. Dit is het eindresultaat. Ik vind de kleur echt, kijk hoe mooi natuurlijk het is. Het is zo mooi. Wat heb je precies gedaan voor mensen het gaan vragen? Nou, jij hebt natuurlijk fijn veel haar. En bij jou zie je natuurlijk heel vaak als je highlight zet, een beetje dat je strepen een streepje krijgt. Ja. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan is baby lights door je haar gedaan. En daarna een kleine root stretch, dus dat hij iets dieper bij de aanzet is. En daardoor krijg je een heel mooi zacht verloop. Zo mooi. Prachtig. Ik ben er echt heel blij mee. Dankjewel. Ja, ik ga het jullie morgen ook nog wel even het daglicht laten zien. Maar dit is in ieder geval nu hoe het zit. Maar het wordt ook echt steeds gezonder. Ik mag voor mij nog wel even, we hebben het net ook geknipt. Mag voor mij nog wel zo'n stuk langer. Maar het komt vanzelf. Hey guys, good morning. Het is vandaag woensdag. Het is ochtend en ik zie er overdressed uit. Maar we gaan vandaag kerstcampagne shooten voor Victor en Rolf. Fragrance. Dus ik heb ook een jurk aan van Victor en Rolf. En Fabi is er en Nadine. En Sander. En we zijn dus nu een beetje de setup aan het bouwen. Want ja, we shooten natuurlijk alles gewoon thuis. Gelukkig hebben we nu een heel mooi huis waar we in kunnen shooten. En het past ook heel mooi bij de setting. Kijk, dit is een beetje hoe we het aan het maken zijn. Die geurkaarsjes zijn ook zo lekker. Die hebben, dat is gewoon Nico heb toch? Yes. Ja, die zijn zo. Kan je die echt kopen? Nee, dit is een gift. Oh, dat is wel een leuke. Ja. Ja, ze zijn echt lekker. Oké, nou, dan maak ik jullie blij met niks. Dit is het jurkje dat ik aan heb. Heel cute. Dus wij gaan even foto's maken en
Vandaag is dus de verlovingsvlog online gekomen. En het is zo raar, want ik krijg heel veel berichten van mensen die ik ken. Maar ik heb hem dus nog niet gezien. Want we hadden afgesproken dat ik hem pas ga kijken als Bibi er weer is. Dus morgenavond dan gaan we hem kijken. Dus ik ben echt zo benieuwd. Maar het is wel gek dat iets online staat wat ik gewoon dus nog niet gezien heb. Wij zijn klaar met shooten. En we zijn even de set aan het afbouwen. Mijn jurkje is zo cute, vind ik het wel lof. Maar die ga ik zo weer teruggeven. Maar het komt deze week, tenminste jullie kijken deze vlog op zondag. Volgende week komt het online. En ja, dat is heel erg leuk. Goedemiddag. En ook een giveaway trouwens. Ook een hele leuke giveaway. En we gaan ook weer, moet je even mijn stories in de gaten houden. Een swipe up doen naar, we doen ook naar sampling toch? Yes. Dat je gratis een sample kan aanvragen via mijn stories. Dus houd het even in de gaten. Hey guys, ik heb me dus even aangekleed. En ik was boven even een samenwerking voor Instagram Stories aan het shooten met Nadine. Maar ik zei ineens, ik wil het echt aan jullie laten zien. Want ik vind het zo leuk. Zeg maar, ik wist dat het leuk ging zijn. Want ik bedoel, ik heb die samenwerking aangenomen. Maar nu ik het in het echt zie, denk ik wel echt, oh my god. Ik wou echt dat ik nu 14 was. Had ik dit meteen gekocht. Nou, nu ook nog steeds. Maar toen ik puber was, had je echt zulke stomme scheermesjes. En dit is overigens niet gesponsord voor de vlog of zo. Maar kijk hoe leuk dit eruit ziet. Kijk, het heet dus Astrid. Zo ziet het eruit. Super cute. En dit zit er dus allemaal in. Dit is voor als je reist. En dit is zeg maar om in de douche op te hangen. Hoe leuk als je dit zo naast elkaar hebt. Ik vind het echt te cute. Echt mooie kwaliteit. En het is vegan. En het ziet er echt heel cute uit. En met de code Noor. Dus niet gesponsord krijg, doneren ze, mocht je ze willen kopen, dan doneren ze een euro van je order zeg maar aan een vrouwenorganisatie. Dus dat is wel heel cute. Wij zijn klaar met shooten en Fab is de set aan het afbouwen. Oh. Nee, zijn leuke foto's geworden. Wanneer komen ze online? Volgende week? Volgende week, denk ik. Oh ja. Dus deze week komen ze op mijn Insta. Oeh, en we hebben ook een leuke giveaway trouwens, maar moet je even mijn stories in de gaten houden. Hey guys, het is even later. Ik heb omgekleed. En we gaan even wat foto's maken voor Farfetch. Oh jongens, ik ben weer thuis. En ik ga echt eventjes, dit is wat ik aan heb, de komende uren in bed werken. Ja, ik moet oprecht denk 100 e-mails beantwoorden. En ik heb vandaag dus, kijk, 1, 2, 3, 4 projecten geshoot. En ik ga alle foto's editen, naar de klant opsturen. En dat nu even doen. En dan daarna koken. We gaan vanavond trouwens HelloFresh koken. Tenminste, we hebben gisteren en eergisteren ook HelloFresh gekookt. Gisteren hadden we een hele lekkere pasta met zalm van HelloFresh. Vanavond gaan we volgens mij kip fajitas of zo maken. Nou ja, ik hoop dat Sander het gaat koken. Het zal wel chill zijn. Dus dat gaan we straks doen. En nu ga ik camera weg doen met telefoon. En eventjes 2 uur onafgebroken werken. Oh ja, het is dus zo raar jongens. Vandaag is de verlovingsvlog online gekomen. En ik heb zoveel reacties gehad. Ik ga ook iedereen zo verantwoorden. Maar ik heb hem dus zelf niet gezien. Ik weet niet of ik dat al in deze vlog gezegd had. Maar we hebben dus afgesproken dat we mijn reactie op de vlog gaan filmen. En dat willen we pas doen als Bibi er ook is. En niet zo morgen pas. Dus ik ga tot morgenavond zelf gewoon niet die vlog kijken. Terwijl echt duizenden mensen me wel al gezien hebben. Het is zo weird. Dus ja, ik ga het morgen zien. Ik weet ook de helft niet eens van wat erin gebeurt. Omdat het allemaal met die voorbereiding is waar ik nog niks van af weet en zo. Dus ik ben heel benieuwd ernaar. Anyways, ik ga werken. Ik zie jullie zo. Hey, lieve mensen. De laatste keer dat jullie mij zagen had ik tranen om mijn wangen. Nou, niet helemaal waar. Maar zo kicken. Al die reacties, echt mega nice. Maar ook hier gaat het gewone leven weer door. En ik ga even een lekker hapje koken. Die heb ik allemaal in de aanbieding. Sven. Ja. Noor. En wat gaan we maken? Ik ben echt super blij. Dit zijn fajitas. Dat is echt, ja, niet moeilijk. Ik heb fajitas met mini tortillas. Hier liggen de ingrediënten. Die moet ik even snijden. En dan is het eigenlijk met één pannetje zo gedaan. Dus dat duurt niet heel lang. Daar ben ik er klaar mee. En wat ik altijd zo tof vind is dat als er dan in het gerecht staat 3 tomaten, dan haal je uit die doos ook echt 3 tomaten. En als er staat 2 paprika's, dan komen ook 2 paprika's uit. En zo voort. Dus dat betekent eigenlijk dat je altijd genoeg spullen in huis hebt voor dat ene gerecht.
En eerlijk, in deze wereld waarin wij nog wel eens wat weggooien of wat over datum is of nou ja, noem het allemaal op, ik weet niet hoe vaak jullie je koelkast in gaan dat je denkt, oh mijn god, nou deze kip uit 18-2 die kan wel weg. Nou, dat gaat je met HelloFresh niet gebeuren. En eerlijk, dat scheelt een hoop. Ik heb er zin in, kom even meekijken. Ik wil inderdaad zeggen dat ik ook aanwezig ben. Ben jij aanwezig? Ik heb zo'n zin in het eten. Oké, nou ja, ik heb het nu een beetje voorbereid. Hakken en snijden. En dan zijn we eigenlijk bijna klaar. Ja, je mag niet. Oh, we hebben het super snel. Ja, dit is ook echt letterlijk super snel. Het is zeker wel fijn. Ja, ik heb honger. Honger. Ik heb er ook zin in. Here we go. Ja, we eten dus nu voor de derde dag achter elkaar deze week al HelloFresh. Ik heb er ook zin in. Gisteren was ook echt heel lekker, hè, die HelloFresh. Ik vond die hadden we niet laten zien trouwens. Zalm met rindpasta. Dat had ik ook gezegd vanmiddag. Crazy lekker. Oh. Die vond ik ze ook heel lekker. Lijkt alsof we verloofd zijn. Ja, je kan dus elke week kiezen uit 20 recepten. En dat vind ik altijd heel moeilijk. Wij hebben echt al super lang HelloFresh. Maar ik vind het altijd heel moeilijk. Zowel screenshots naar Sander. Wat ga ik kiezen? Omdat ik meestal 13 wil kiezen. Maar wij hebben er 3 per week. Maar je kan dus uit 20 recepten kiezen. En ook veggie en dat soort dingen. En, maar ook hamburgers, gasten? Ik doe nu een samenwerking met de voedselbank. En ja, daar wordt natuurlijk mega veel eten verspild. En dat is wel heel nice van HelloFresh. Dat je eigenlijk gewoon echt kookt wat er nodig is. Dus je verspilt geen voedsel. Dus als je op deze manier je boodschappen doet, dan in principe verspil je 21% minder dan als je gewoon regulier je boodschappen doet. Dus dat is wel heel leuk en geeft mij altijd wel een fijn gevoel in ieder geval daarover. En nu heb ik in ieder geval heel erg honger. Doei. Ik zie jullie zo. God, ga weg. Nee, ik wil nog eten. Ik wil eten. Zo doe ik op. Doe dat ding uit. Oké, okay, we zijn voor iedereen, kijk, de bord aan het opdekken. Ja, heerlijk. Lekker. Ik heb er ook even zonder. Let's go. Oké, guys, we gaan lekker eten. Mag ik ook een napje? Nee, smakelijk. En net zoals altijd kunnen jullie weer €40 korting krijgen op de eerste 3 boxen. En ik zal de code even in beeld zetten, dat is HelloNor40. Dus dat is een hele chille deal. Want dan eet je volgens mij voor €20 zoiets. De hele boxen. Ik ben thuis aan het chillen met Olly en Biep. Hi Bibi. Hi Olly. En zometeen komt Fabienne, die neemt lekker sushi mee. En dan, jongens, ik heb zoveel zin in sushi. Ik ook, maar dan komt eindelijk een moment dat ik voor het eerst de verlovingsvlog ga zien. Ik krijg de hele dag berichtjes van mensen van hoe leuk en dit en dat. En ik heb het zelfs gewoon niet gezien. Dus dat is wel heel bizar. Dus daar heb ik heel veel zin in. Jullie hebben hem denk ik zeg maar letterlijk nu al gezien. Hij is nummer 7 in trending. Dat is wel een beetje. Wat betekent dat eigenlijk? Dat er een hele korte tijd heel veel mensen erbij hebben. Dus vergeleken met jullie, volgens mij zoiets. That's cool. Ik hoop dat jullie het leuk vonden allemaal, de video. Hoe kan je het niet leuk vinden? Ik denk heel knap. De thumbs down. Oh jawel, iemand commentte net het volgende. Ik had wel 2 of 3 haatcomments. Iemand commentte, maar natuurlijk alleen maar aardig voor de rest. Iemand commentte net, daar gaat je geld in je leven. Maar ik weet niet of dat voor mij of voor Sander bedoeld is. Ja, ik snap het niet helemaal. Zullen we even ruilen van douchen? Ik heb nog wel een kleine juice. Ik weet niet of ik dit de vlog moet vertellen. Kijk, iemand... Een meisje die ik ken, die vond ik altijd super aardig. Die had dus in een groepsapp met andere influencers gestuurd. Van Jezus, mijn god, die verloving van de queen. Nu al moe van, moet ze echt alles commercieel uitbuiten. Ik had een screenshot daarvan gekregen. Dus ik stuur dat meisje een bericht van, hi, ik kreeg net een screenshot dat je vindt dat het verloving uitbuit. Ten eerste is het niet uitbuiten, want het is niet commercieel. En ten tweede zijn Sander en ik 10 jaar samen en willen we gewoon laten zien. En ook als herinnering voor onszelf. Dus ja, jammer dat vrouwen altijd zo bitter onder elkaar moeten zijn. Ik dacht, ik stuur het gewoon. Ja, tuurlijk. Dat zou ik ook doen. Dat is echt zo ziek. Ja, en uiteindelijk, dat soort dingen komen toch altijd uit. Ja, nee, sorry. Dat als je in groepsapps dat soort dingen zegt. Ja. Dus ik dacht, maar ik vond haar altijd heel aardig. Jezus, dat is niet dat ik haar nu onaardig vind, alleen ik vond het wel een beetje jammer. Ja. Is dat? That also happened. Maar voor de rest is natuurlijk alleen maar leuke reacties. Yeah. Dat is allemaal heel erg leuk. Dus ja, wij hebben sushi. Ja. Hoe lekker ziet het eruit? Papa is er weer. Jullie waren een dag niet gezien. Oké, jongens, ik ga me. Of
gaan de reactie filmen. Ik weet nog niet waar ik hem ga zetten. Misschien dat ik een timelapse ga maken. We gaan nu met Pipo, Sander en Fab gaan we op de grote tv hier. Gaan we de engagement vlog kijken. En I'm so excited. En Fab heeft hem ook dus niet gezien. Oké, jongens. There we go. Wat is dit? Brons. Echt? Maar ik kon één iemand niet vragen. Dus ik dacht dat ik dat niet zou doen. Oh my god. Hier is het voorbeeld van hoeveel van jou en wat ik voor je over heb en wil je de rest van je leven naast mij blijven staan. Dus, in de komende paar stukjes ga je zien hoe ik haar vader vraag, hoe ik haar moeder vraag, die moeder vraag, mijn eigen vader heb gevraagd, met Bibi gaat werken aan dit moment dat ik haar ga vragen. Dus ik zou zeggen, volg de journey en love you guys. Oké. De volgende stap in deze hele gekke journey. Ik denk natuurlijk ook dat er mensen die komen cute, waar ik dan uiteindelijk. Het is zo weird om te zeggen. Ja, zo raar. Maar goed, dat ik op mijn knieën ga. Oké. Okay. Ik kan nu dus alleen echt niet aan. Het gaat ook zo langzaam. Oh. Hij is zo mooi. Oh ja. Zo mooi. Ja, ik vind hem echt perfect. Oh, ja, hij is echt zo mooi. Hij is ook echt perfect. Oh. Maar ik mag hem aan haar vader. Ja, tuurlijk. It's your doll. Vader en moeder van Noor bellen. Ik heb al gevraagd of dat mocht. Dat heb ik al enige tijd geleden gedaan. Ik wil wel heel veel zin weten dat ze weten dat het gaat gebeuren. Als er dan een laatste objection zijn. Moet je er geen wachten voor? Wat nu gezegd moet worden. Ik ga nu even bellen. Bel Petra. Dit is zo erg. Ja, dit is heel erg. Bel Petra, mobiel. De allerbeste timing. En ik wou toch heel even meedelen. En misschien als er nog laatste objections zijn, dan kan iemand dan nu opstaan of voor altijd schrijven. Maar ik ga je dokter ten huwelijk vragen donderdag. Ik ga je dochter donderdag ten huwelijk vragen. En je weet dat ik het al een keer aan je gevraagd heb of ik daar toestemming voor zou mogen hebben. Alleen ik weet niet of er verjaring zit op zulke toestemming. Ja, dan hoop ik. Je mag het opnieuw vragen. Oké. Okay. Aanstaande donderdag gaat het plaatsvinden. Echt te leuk dat je dit gefilmd hebt. Ja, ik ben natuurlijk nu heel blij dat je dat je wederom jouw vertrouwen in mij stelt en dat ik dat mag. Maar verstandig? Ja. Dus dan de laatste keer, hè? Ja, dat is goed. Ik ben helemaal voorbereid. Donald Trump. Er is een ring, er is een plaats, er is een geheim. Een groepje mensen om ons heen die dit samen met mij heel tof gaan luisteren gaan bijna. Dus het wordt heel tof. Het wordt heel tof. Ja, ik ben het. Ja, ik hoor je. Ik heb een vraagje. Ik had volgens mij al eens eerder een klein hint gelegd over dat ik iets wou gaan doen. En ik wou mededelen dat ik aanstaande donderdag jouw prachtige dochter ga vragen of ze met mij wil trouwen. Oh, ik heb helemaal koud en warm en alles tegelijk. Oké, ja, ik ook. En ik heb Rolf gevraagd, uiteraard. Ja, natuurlijk. Ja, en ik heb mijn vader het weer gedeeld. En die vond het ook prachtig. En dan heeft mijn moeder haar spirituele zegen kunnen geven. Oh, ik ben gewoon echt helemaal hard te huilen, Sander. Ja. En daar ja. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi voor je moeder. Ja. Oh. En ik hoop dat ze natuurlijk ja zegt. Ja, ik hoop het
Dat zou wel wat kunnen zijn. Dat zou toch wel wat ik kan verdorie. Ja, dat is wat ik ga maar in ieder geval mijn stinkende best doen om daar een onvergetelijk moment van te maken. Oh my god, ze weet helemaal van niks. Het is echt... Oh man, ik hoop dat ze het overleeft. Oh, en dat ze niet helemaal uitflipt. Of weet je wel, dat ze gewoon, dat er iets gebeurd is en denkt, oh my god, dat was totaal niet de bedoeling. Dat het romantisch genoeg is, dat het niet, dat ze niet echt denkt, oh mijn god, ik ben hier geluisterd. Ik ga helpen met alles voorbereiden. Ik heb er niet veel zin in. De hele achterbak, helemaal vol met ellende. En we hebben net een beetje als besproken. Dat gaat zo leuk worden. Ben je dan volgens mij niet meer? Assistent, waar is je? Ja. Assistent, waar is je? Ja. Dat weet je zo voor. Dit moet je even vertellen, want dit is echt heel groot. Dat moet je even vertellen. Nou, ik krijg dus een prachtige taak om de ring mee te nemen. Maar wij moeten natuurlijk een opbouwen en afbouwen. En toen dacht ik, ja, zo meteen verlies ik die ring. Dus ik heb die ring hier zo. Als er een lichaam shirt gedaan, zodat ik hem de hele tijd bij me voelde. En dat ik hem niet dat is toch heerlijk. Nee, want ja, ze is echt geweldig. En jij hebt echt zelf het DNA als hij. Maar dat gaat allemaal. We zitten in de bakfiets. Met alle jongen. Daar zijn we de plek. En de jongen zijn zo mooi. Kijk hoe mooi de jongen eruit zien. Het is echt bizar. Oh, zo mooi. Helaas van jou. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Ja. Waarschijnlijk heb je zo'n keuzes gedaan, of niet? Fantastisch, wat leuk. Ja. En de plek is zo mooi. Zo en dan gaat hij daar bij die boom gewoon geklaard. Geweldig. Oké. Zo mooi. We zijn. Ik wil dat weer deze dag. Oh, hier is ik op weg. Aan het rennen. Oh, wat een stress. En de tafelzetting zou ik ook even laten zien. Heb je goed geholpen, Biep? Ook al bijna klaar, toch? We hebben echt net dit was... Oké, okay, we hebben die kousen gepakt. Ik hoop dat het heel makkelijk bij gaat komen. Maar was het heel lastig, maar makkelijk. Dit is de uiteindelijke setting. Zo mooi. Ziet er wel uit van de sfeer. Weer een foto post hiervan nu. En dan zo echt een heel leuk. Ik ga daar een foto van posten. Bosse bloemen. Dit is echt een lange route. Ja, dat is het. Bibi die zat daar. En ik reed, ik liep dus verkeerd. Ik dacht, oh mijn god, ik loop gewoon van eraf. Weet je wel. Jij was luisterkeerster dan mij. Ja, niet helemaal zo rustig. En mooi. Ja. Maar als je daar loopt, dan is het ook echt een kleine forse wandeling. Ja, we zijn terecht bij gekomen. En we hebben ons zo lang gesport vandaag. True. Maar het is wel goed voor de lijn. Ja. Dat is bizar. Ja, bizar. Nee, ik dacht echt, ik moet nu die foto, we gaan nu die foto maken. Ik wat dacht, is dat dan? Waarom moet je dat niet doen? Wat is dit? Heb je hier nog wel alles door? Nee, ik heb niks. Kijk hoe was Johnny erbij. Gaan wij hierheen? Waarom is op de vlog, staat er nog steeds. Geregeld. Ik vind het grappig niet. Wat is er? Ik dacht gewoon, we gaan uit eten nog. Oh, geweldig. Ja, dit is zo leuk ook voor later. Had ik nog geweten dat ik leuk ga gaan. Maar is het serieus? Dit is zo mooi. Ik ben zo confused. Is dit een grap? Ga je er zitten? Met mij eten? Toen dacht ik, oh my god. Nee, ja, toen dacht ik, oh my god, op dit moment. Toen zei ik, heb, ja, toen dacht ik, hij gaat mij zijn geluk vragen. Oi. Heb jij geluk met het weer? Toch? Ik heb 10 jaar gehad. Dit is gewoon geweldig. Zo, een kopje, hoe heb ik geregeld? Lang aan jij. Vragen. Nee, dat omdat. Ja, dat is heel van jou. En ik vraag. Oh my god. Wil je nou niet trouwen?
Hey guys, good morning. Het is vrijdag en het is echt een mega gloomy dag. En het was weer een korte nacht, helaas. Olivia die is 2 uur wakker. Ik ging om 1 uur slapen, 2 uur wakker, uiteindelijk om 6. Oh, toen is ze naar school gegaan. En ik heb net met Bibi een heel leuk video gefilmd. Bibi hoeft maar een uurtje naar school, want die had de laatste dag van haar toetsweek. Voor Naked op een YouTube kanaal. Dus als dat live staat, dan post ik wel even een storytje of zal ik het hier even laten weten. Dus dat. En nu ga ik echt even computerwerk doen, e-mails. En dan vanavond, ik ga zo dan Olivia halen. Ik moet vriendje bij haar spelen. En dan vanavond en morgen heb ik met mezelf echt afgesproken. Ik ga het wel even vloggen, want jullie vinden het altijd heel leuk. Dat ik alles, mijn kasten en alles dit en mijn inloopkast en alles ga opruimen, organiseren, een deel wegdoen. Ik ga een deel op, ja, het was je naar het wardrobe, maar het is nu vintage zetten. Binnenkort weer echt heel veel dit keer denk ik. Ik denk echt 500 stuks of zo. Ik heb echt te veel. En dus dat ga ik doen. Ja. Dus dat is mijn plan voor de dag. Hoe cute is dit benefit pakket? Het ziet er echt leuk uit met allemaal brow producten denk ik. Ja. Good morning guys. Het is vandaag donderdagochtend. En Rebecca is net even geweest. Die had ik nog niet gezien nadat we verloofd waren. En is even een koffietje komen drinken. Was heel gezellig. En nu ga ik even iets filmen voor Naked. Ik moet morgen ook iets filmen voor Naked. Vandaag ook. Niet voor mezelf, maar voor hun kanalen. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik denk daarna op kantoor werken. Want ik moet best wel wat e-mails doen. Even kijken hoe druk het daar is. Dus dat. En we hebben net officieel een akkoord gegeven op ons nieuwe auto. Dus als we die gaan halen, laat ik het wel zien. Ik had al in deze vlog verteld, ben hiervoor dat we een nieuwe auto gingen kopen. Dus dat hebben we nu gedaan. Dus dat is wel heel leuk. En ja, dat is eigenlijk de planning van vandaag. Ik heb weer een trilspier in mijn ogen. Echt mega irritant. Ik slaap ook echt te weinig. En Olly is lekker op school. Die hebben we vanochtend gebracht. En ja, that's it. Molly kijkt Sinterklaasjournaal en ik heb lekker of mijn lensvies is even kaarsjes aangezet. Deze leuke kaarsjes. Dit plankje heb ik vandaag nieuw gekregen. Heel mooi. Van Stoned Tableware volgens mij uit mijn hoofd. En ook deze super mooi. Ik zal morgen of een dag dit laten zien. Fruitschaal, ook roze marmer. Maar hij laat hem nu niet zo scherp zien. Dus ik laat hem morgenochtend wel even zien. Heel cute. En hij past mooi bij de tafel. Hey guys, good morning. Het is vandaag zaterdag en we zijn thuis. Olivia die slaapt bij mijn moeder. Die gaan we vanmiddag aan het eind van de middag even ophalen. En we missen er nu altijd zo stil in huis als Olly er niet is. Mijn wenkbrauwen zien er raar uit. En we zijn beneden aan het chillen. Daar is Bibi. Bibi en ik gaan onze nagels zo laten doen, maar dat laat ik wel even in de volgende vlog zien. Want morgen komt deze vlog online. Dus ik moet hem even afsluiten.